Maasduinen Centraal. Hey, na competitie? Ja, was al zeker dat we dat hadden. Maar, had je dit halverwege het seizoen durven dromen? Nou, we hadden behoorlijk wat wedstrijden achterstand vergeleken met de rest van de ploegen. Je moet ze dan nog wel winnen. We hebben natuurlijk wel een hele goede reeks gehad. En een beetje bij beetje sluit je dan naar boven toe. Dus even afwachten. Is er ambitie voor derde klasse te voetballen? Ja, ik vind altijd je moet het hoogst haalbaar proberen na te streven. Je weet het niet. Je moet het eerst ervaren, wil je daarover kunnen oordelen van of je het wel of niet kunt halen. Dus, en goed, we gaan erin. Het is jammer dat Thomas nou denk ik wegvalt. Maar goed, we moeten met de mensen doen die we hebben en ik heb er veel vertrouwen in. We zitten in een bepaalde flow en als we die lijn door kunnen trekken, dan is het wedstrijd tot wedstrijd bekijken natuurlijk. Maar ik heb er wel vertrouwen in tot we toch nog wel stapjes kunnen maken in die nacompetitie. Zit erop, hè? Zit erop, 17 jaar. Hè? En nu? Fietsen, veel fietsen. Arnhem nou wel, veel wedstrijden bezoeken denk ik. Blijf je wel nog actief hier bij EWC? Donderdag staat een gesprek, dan gaan we kijken wat we willen doen. Maar ik ben bang dat ik het niet los kan laten. Clubicoon Rob Stevens hebben hier zojuist afscheid van genomen. Is het een gemis? Ja, absoluut. Ja. Maasduinen Centraal.